We eindigen de binnenlandse berichten met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht blijft het droog weerbeeld dominant. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op enkele plaatsen mogelijk nevel, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, zaterdag 28 oktober, komen gedurende de morgenuren zonnige perioden voor. Langs de kustlijn en centraal Suriname is er mogelijk kans op een enkele lichte bui. In de middag en vooravond zijn er enkele plaatselijk lichte tot soms matige buien gepaard met onweer en of windstoten in het kustgebied en centraal Suriname. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius. In de middag is er ook kans op enkele kortstondige zware onweersbuien.